Smiling critters zijn zo eng. Ja, vooral catnap. Ik zal jullie allemaal in slaap brengen. Voor altijd. Slaap. Ik wil niet slapen. Ja, griezelig. Hé, hey, overtreders, geef het tablet hier. Op het meest intrigerende moment. Nog maar 5 minuten? Het is al lang bedtijd. Ja, je zou moeten slapen. En stop met eten 's avonds. Ruim de cel op en ga slapen. Ik slaap. Mami! Het is maar een droom. Dat klopt. Je moet de baas gehoorzamen. Volledig mee eens. Waar is Catnap heen? Dat is vreemd. Misschien is er een storing. Moet ik opnieuw opstarten? Hallo, agent. Bent u op zoek naar miauw? Catnap! Ben ik aan het dromen? Wie weet. Nu ben ik de baas hier. Help! Haal me eruit! Iemand! Alsjeblieft! Wauw! Wie is er nog weer wakker, hè? Huh? Is hij er nog? Misschien is hij weg! Ik heb je! Nee! Nee! Oh! Oh! 1 pony, 2 ponies. Oh! Nu is het een slaapregime-kolonie. Nee, pony, niet wegzwemmen! Oh, dat is een echte catnap! Jam, jam! Mmm! Oh! Het was geen droom! Tyler, Tyler, wordt wakker! Sta op, zeg ik! Hij slaapt te diep! Maar ik weet hoe ik hem wakker moet maken. Kom op, grote man, je kan het! Sta op! Kijk, catnap is er! Mmm, muisjes! Sappig! Krokant, ongelooflijk! Juist, ik zal er voor altijd slapen. Maar de plicht roept. De gevangenen zijn wakker. Ah, wat gaan we doen? Het is gewoon een schattige kat. Hallo, kat, kat, kat. Wie is een goede kat? Wie noemde je Fluffy? Oh, mijn armen. Hij heeft je armen eraf gescheurd. Erger, ik heb ze gekrast. Rustig maar, stil. Mauw. Hij kwam voor mij. We zijn erbij. Ga zitten. Ik wilde je alleen onze nieuwe gevangenisschema laten zien. Dat is veel slaap. Ik neem hier de beslissingen. We zijn net opgestaan. Oké, ik ga nog een dutje doen. Hoe gaat het met de gevangenen? Interessant. Iemand, help me. Auw. Bone? Waar komt dat vandaan? Ik ruik problemen. Stil, waarom schreeuw je? Kom hier. Wat doen we? Dat klopt, honden zijn dolle botten. Kijk eens hoe groot het is. Vind je het lekker? Bot. Waf, waf, ga je, geef. Oh, waf. Bot, mijn lieve bot. Als er iets is, ben ik klaar om te vechten. Ik bewaar het voor later. De hond is afgeleid. Ik heb een idee. Taylor, ben je wakker? Ja, wat is dat? Geen idee. Heb je de tijd gezien? Het is 11 uur. Ontbijttijd. Dus waar is het eten? Het is het beste spul in Troom State. Geniet! Ik heb nog nooit echt kattenvoer geprobeerd. Het ruikt slecht. Het smaakt nog slechter. Nou, we willen toch niet verhongeren? Eerst moet ik me klaarmaken. Handen moeten schoon. Nu het servet. Jam, jam, jam. Kip op smaak. Ik ben klaar om het allemaal te nemen. Hoi, lekker. Oh. Sorry. Wil je het delen? Dit is gênant. Lever mee, hebzuchtige. Ik hoop dat hij me vergeeft. Oh, ik heb honger. Oh, wat is dat heerlijke aroma. Zo lekker. Dat is vis. Die muizen zijn zo naïef. Ik moet er 2 of stelen. Ik moet het doen. Een hengel. Laten we er 1 pakken. Oeps, lekker bijten vandaag.
Stop! Waar is mijn vis? Iemand heeft mijn lunch gestolen. Daar is de dief. Ik zal het niet delen met Taylor. Laat hem op droogvoer kauwen. Niemand durft mijn vis te pakken. Oh, yummy. Oh, dat had je niet moeten doen. Slaap. Alweer. Oké. Dat zal hem goede manieren leren. Mijn vis. Yummy. Hoe gaat het met onze agent Seton? De wereld van catnap is vreemd. Deuren zijn overal. Welke moeten we kiezen? Deze. Waar is ze heen? Woef! Dit lijkt een doodlopende weg. Een hondenhok? Dit is Doc Day's kamer. Oh nee, hij heeft me. Agent, ik ga je vinden. Nee, geen tagbacks. Waar is ze? Wacht, je kan me niet voor de gek houden. Hoi, wil je spelen? Vang een bot. Ik sta onverschillig tegenover botspeelgoed. Misschien Pikachu? Nee! En de bal? Kijk, is hij niet prachtig? Vang hem! Kom eraan! Begrepen. Vangen! Ik heb de bal. Waar ben je? Ze is weer weg. Miauw! Stil! Miauw! Wat is het? Geef me meer kattenvoer. Wat gebeurt er? Je kan niet ontkomen aan een miauw. Ren, muis, ren! Ik vang hem toch wel. Typisch kattengedrag. Oh, de aristokatten. De muizengedrag is uit de hand gelopen. Oh nee, dat is nogal een puinhoop. Ah! Agent Seton zal zo boos zijn. Hé, iets vergeten, hè? Schoonmaaktijd. Maar we hebben geen rommel gemaakt. Ik weet niet hoe ik het moet schoonmaken. Je zal het leren. Je dweilen, heren. Maar hoe maak je nou precies schoon zonder water? Niet mijn probleem. Kunnen we het niet doen? Wil je voor altijd slapen? We hebben geen keus. Maar ik heb een briljant idee. Wow, ik doe mee. Nou kat, laten we je leren spelen. Ik doneer zelfs mijn schoenveter van mijn favoriete sneakers. Een buiging maken? Het aas is klaar. Nu de belangrijkste stap. Laten we beginnen. Perfect. 1, 2, 3. Sta op en straal. Mauw. Buigen? Oh, mooi. Wil je deze strik? Vang het. Mijn boog. Juist, links. Laten we deze de kamer stralen. Ha, hilarisch. En hop. Goed gedaan, maatje. Begrepen. Ik hou van strikken. Genoeg. Oh, jij. Loop niet op de natte vloeren. Die stem klinkt bekend. Oh, deze kant op. Woef. Ik moet me verstoppen. Het zwembad is voldoende. Voorzichtig, Ben. Oh. Ah, ik dacht dat ze hier binnenkwam. Oh. Achoo. Wauw, leuk. Hier ben je. Ik heb je gevonden. Je kan me niet vangen. Jawel, dat kan ik wel. Wat wil hij van me? Dat is leuk. Woef. Oh nee. Ah! Stop met schreeuwen. Ik kan helpen. Geloof me. Oh, er zijn niet veel opties voor me. Kom op. Woef. Wauw. Precies. Massagetijd. Deze is voor jou. Wat is de wonderuitvinding? Je bent te laat. Masseren. Aan de slag. Waar zijn we naartoe gekomen, Mike? Ik had niet gedacht dat ik ooit een kat zou dienen. Oh, achter het oor. Ook onder de poot en de rug. Dat was zo gaaf met Nicole. Elke ochtend kookte ze een heerlijke havermout voor ons. Oh, het is een meesterwerk. Het was zo leuk met haar. Ze zorgde voor ons. Niet gluren. Verrassing. Is dit voor mij? Ja, bedankt, je bent de beste. Oh, wat is er aan de hand? Ik heb je niet gezegd dat je moest stoppen. Oh ja, sorry baas.
Zoals je wil. Oh, Nicole, kom terug. Je moet op deze hendel drukken. Is dat het? Het ziet er een beetje raar uit. Ik wil er niet op drukken. Ontspan en druk erop. Oké, wat is er erger dan vastzitten in de wereld van Smiling Critters? Wauw, hier is het portaal. Een mooie gevangenis. Ik kom naar huis. Wacht, waarom? Niet zo snel. Zonder lavendel kun je dat niet doen. Lavendelspray. Oké, het is tijd. Wacht even. Bedankt, Doc D. We zijn hier vrienden geworden. Ik ga je missen. Oké, dat is genoeg. Hey, ik wens je succes, Nicole. Oh, home sweet home. Oh, ik ben weer helemaal alleen. Ik ben moe. Druk harder bij het oor. Heb je me gemist? Agent Seton. Je bent eruit. En nu? Je zal het zien. Dit is mijn gevangenis. Oeh, dat is spannend. Ja. Chill out, Fluffy. Dat klopt. Versla je eigen wapens. Ga waar je thuis hoort. Dag. Oh nee, ik wil terug. Laat me eruit. Ik wil het, laat me eruit. Woef, woef, miauw, woef. Woef. Bedankt, Doc D. Veel plezier daar. Dat zal ik doen. Ze heeft gewonnen. Agent Seton, we hebben je gemist. Genoeg geknuffeld. We zijn blij dat alles goed met je gaat. We wensen je een succesvolle carrière. Ergens heen? Ga nu naar de camera. Maar we hebben al zoveel kunnen gedaan. Oh, baas, kunnen we op zijn minst een tablet krijgen? Alsjeblieft. Niet echt? Prima. Zo kinderachtig. Oké, catnap is weg. Tijd voor horrorfilms? Ja, ik heb een zaklamp. Laten we de engste kiezen. Wacht even, laten we eens kijken. Er is geen ontsnapping. Het is voorbij. Stilte, iedereen slaapt. Zie je de tijd? Ja, we gaan het hooi in. Taylor, haast je naar je bed. Licht uit, tot ziens. Nou, nu kan ik niet slapen. Stop met trillen. Er zijn hier geen monsters. We zitten achter de tralies. Naïef. Hallo, jongens. Mike, hier. M-m-m-monster. Catnip is loops. Sluit je ogen. Ik ga misschien even een dutje doen. Taylor, blijf wakker. Hey, wat is dat lawaai? Doe niet alsof. Ik weet dat je niet slaapt. Geen discipline. Nou, ik zal de tablet in beslag moeten nemen. Geen troem troem meer voor een week. Nee, een maand. Huh. Tijd om de lampen te vervangen. Wie ben jij? Goeienacht. Zo moe. De ogen sluiten. Oké, ik ga liggen. Dat is alles. Goed gedaan. Rode rook. Catnap. Wordt een nachtmerrie. Horror. Geen creepypasta meer voor het slapen gaan. Goed uitgerust. Welk parfum moet ik kiezen? Laten we voor lavendel gaan. Heerlijk. Hoe gaat het met hem? Hoe gaat het, bro? Niets. Ik had een nachtmerrie. Raar. Jacqueline is er nog steeds niet. Ze komt nooit te laat. Heb je haar gezien? Misschien is ze ziek. Ik hoop het niet. Wie gaat ons ontbijt brengen? Jacqueline. Ja? Misschien is ze gewoon vergeten om ons eten te geven. Ik ga haar eraan herinneren. Als iemand het vraagt, zeg dan dat ik snel terug ben, oké? Ga, ik doe dekking. De camera heeft alles opgenomen wat hier gisteravond is gebeurd. Er staat dus een opname op de computer. Laten we eens kijken. Dit is raar. Ik vind het allemaal niet leuk. Misschien is dat gewoon een interventie? Of heeft iemand opzettelijk alle video's gewist? Wat is dit? Sleutels van de gevangenis. Ze zullen helpen. Je soep. Heb je haar gevonden? Nee, het staat niet in de keuken. Maar er was dit. Een nieuwe chef-kok in de gevangenis. Ik heb geen honger meer. Nare dingen. Geen ander eten. En ik heb echt trek in een tussendoortje. Ruik naar lavendel. Het leek je gewoon. Heerlijk. Kom op, probeer het. Of geef het aan mij. Echt niet. Ik moet deze brei eten. Hé, zo erg is het niet.
Beter dan brood en water. Taylor? Wacht, is dat pap op mijn gezicht? Je bril, ze zijn veranderd. Heb je jezelf gezien? Helemaal in het paars. Ik denk dat het door het eten komt. Er is met pap geknoeid. Hé, wie heeft het licht uitgedaan? Mike, wat is er? Catnap! Laten we rennen. Schrik, katten. Ver gaan? Het voelt als slaap. En ik ook. Muis in de kooi. Ze zullen niet aan mij ontsnappen. Welkom in de wereld van eeuwige nachtmerries. Saai interieur. Nou ja, het is nog beter. Mijn gevangenis, mijn regels. Tijd om op borgtocht te gaan. We hebben een plan nodig. Laten we het Freedom One noemen. Jij bent het brein. Denk na. We gaan een tunnel graven met lepels. Begrepen? Ja. Weef het touw van de lakens en dan... Zullen we van een klif klimmen? Precies. Auw. Kijk uit waar je heen gaat. Muis. Hij is enorm. Haal hem bij me weg. Wat? Het zal je geen kwaad doen. Kijk eens naar die tanden. Ik heb een idee. Hoe zit het met ons plan? Maakt niet uit. Ik heb een nieuwe. Hoe gaat het met mijn gevangenen? Ho. Zo. Lekker slapen. Goed gedaan. Het ruikt naar eten. Een muis. Huh? Het ontbijt is hier. Kom op, niet rennen. Laten we kennis maken. Ik heb kaas. Het werkte. Hey, Taylor, sta op. Ze is weggegaan? Je bent een genie. Natuurlijk. Intelligentie is macht. Geef me er 5. Auw, mijn hand. Nee, maatje. Kracht zit in de spieren. Kijk. Zo zwak en nutteloos. Je moet dringend oppompen. Laten we naar papa gaan. Links, rechts. 1, 2. Wacht, nog een paar sets. Wat is er met hem aan de hand? Deze grill is sterker dan hij lijkt. Hij is onverbeterlijk. Kijk, dit zijn de sleutels. Ze openen de deur. Je hoeft geen metaal te buigen. Misschien dit. Wacht, open hem niet. Ik sta er alleen voor. Hey, Kooi. Maak je klaar om verslagen te worden. Wow, sterke grill. Geef gewoon toe. Mike zal me uitlachen. Hoe gaat het met je? Aan het werk? Ik geef het op. Open het. Zie je, het is zo simpel. Ho, wil je een muis? Nee, bedankt. Ik heb geen honger. Geniet ervan. Bedankt. Ja, onze atleet is bang voor muizen. Waarom is de nerd bang? We zullen het nu ontdekken. Slaap. Ik sta op het punt in slaap te vallen. Het was een droom. Taylor, wakker worden. Muizen. Een hele hoop muizen. Laat me met rust. Zie jij hetzelfde als ik? Ja, ik zie het. Melk. Juist. Ik was het helemaal vergeten. Heerlijk. Waar sta je naar? Niet staan. Doe alsof we druk hebben. 1000 saaie feiten. Het favoriete boek. Goed gedaan. Veel plezier. Canberra is de hoofdstad van Australië. Wist ik niet. Genoeg daarmee. We hebben een nieuw plan nodig. Je vlinder. Dat is een idee. Er zijn zoveel soorten melk in het universum. Maar ik heb alleen koemelk geprobeerd. Oh, wat een geweldig wezen. Waar ga je heen? Ik bijt niet. Stop, het bijt. Blijf draaien. Ik zal hem nu openen. Waarom? Niet rennen. We hadden plezier. Stoute. Laten we gaan. Grote vis. Ik hoop dat het aas houdt. Ja, ja. Ik kom eraan. Mike, beweeg. De kat kan het aas elk moment vangen. Geef me even. Te veel sleutels. Heilige waarschijnlijkheidstheorie. Laat hem deze deuren openen. Ja, begrepen. Kleintje, waar ga je heen? Gedraag je rustig. Afgesproken? Hou op, we zullen onopgemerkt worden. Oh nee, de Duitse dog? Dat is alles, we zijn klaar. Wilde jij mij hiermee bang maken? Chuppy is het engste wezen ter wereld. Klafje, red jezelf. We waren niet van plan te vluchten, maar het gebeurde. Volgende. Oké, ik snap het. Ik zal je niet in slaap brengen. Pak de hendel. Laten we spelen. Echt waar? Ik hou van vissen. Nog een enge droom. Taylor, je zult niet geloven wat ik net... Taylor? Wat ben je aan het doen? Ik kan dit niet meer. Dit ding is zo leuk. Stop. Waar? Gotcha. Help mij.
Arme Taylor. Hij ziet er uitgeput uit en staat op instorten. Ik moet de kat afleiden, maar hoe? Laat me even nadenken. Ik heb muizen en speelgoed geprobeerd, maar het wordt alleen maar erger. Wat als? Natuurlijk, ik heb een speciale geur. Vrienden, help! Van welke geur houdt Catnap? Citroengras, munt of lavendel? Schrijf het in de comments. Dus waar is de aanwijzing? Zijn pak werd plotseling paars. En de kitty geeft duidelijk de voorkeur aan één kleur. Het is duidelijk. Lavendel, laten we het proberen. Ik verveel me. Sneller. Wat een heerlijke geur. Vrijheid, eindelijk. Besloot om mij af te leiden van de lol? Het is maar een advertentie. Lichte, zachte, geweldige lavendelgeur voor slechts $1. Geef het aan mij. Oké, nu ben ik allergisch voor vissen. Je hebt het laten vallen. Doorgaan? Alleen dit niet. Spaar me alsjeblieft. Mijn vlinder, bedekt met bont. En nu deze lavendel, geef hem hier. In de problemen komen? Neem dat. Sorry, maat. Ik kan je op geen enkele manier helpen. Catnap, ik heb heerlijk geslapen. Nu ben jij aan de beurt. Jacqueline, blij je te zien. Mijn gevangenis, mijn gevangene. Hoe durf je hier te verschijnen? Slaap! Ik heb me voorbereid op het eindgevecht. Moet ik bang zijn? Eén momentje, ga nergens heen. Pak het nu. Slim, dat is niet eerlijk. Verkeerde zet. Je bent mijn idool. Help me dit uit te trekken. Cool wapen. Is het jouw idee? Ik wil er ook een. Mag ik op deze knop drukken? Woeps. Wat ook alweer. Taylor. Waarom heb je... Oeps. Mijn fout. Laten we haar bedekken met een deken. Wat als ze het koud heeft? Rustig maar. Laten we terug naar de cel gaan. Derde ontsnapping deze week. Je wordt gestraft. Ik verveel me zo. Hoe gaat het met de jongens? Oh, chefkok. Hallo. Hallo. Ik laat het aan jullie over. Dag. Aha. Nou, Taylor. Ben je er klaar voor? Natuurlijk. Laten we het dan doen. Heb ik voor niets gesport? Hoepel. Nice. Dit is zwaar. Wat een walgelijke geur. Wil je eerst gaan? Prima. Jippie. Vaarwel. Ik heb wat roest in mijn mond. Het is hier leuk. Ik vind het leuk. Goedemiddag. Dus vertel me wat er aan de hand is. Ik heb mijn arm zwaar gekneusd. Laat me eens kijken. Wauw. Het ziet er niet goed uit. Wacht hier. Dus waar is de blauwe plekkenzalf? Nee, niet deze. Wat? Is daar iemand of heb ik het me verbeeld? Huh? Het was een zachte landing. Hoera, we zijn weg. Dokter, hoe gaat het met u? Nee, het gaat duidelijk niet goed met hem. Kom op. Hey, jij viel als eerste op hem. Zoek het dus zelf maar uit. Komt u, dokter? Ik heb hier een noodgeval. Het lijkt erop dat er iemand in de kamer is. Doe alsof je een arts bent. Ik ga niet. Nee, dat zal wel. Haast je. Waarom ik? Verplaats het. Kom op. Wat moet ik zeggen? Hallo daar. Waarom duurt het zo lang? Bah, wat is die geur? Oh, ik denk dat het van mij komt. Heb je het medicijn meegenomen? Het medicijn? Ik moet iets verzinnen. Sta stil, daar ga je. Laten we je in de kast stoppen. Waar ben je? Hier zo. Je bent zwaar. Hey, begrepen. Eindelijk. Huh? Ik kom. Hoe moet dat mij helpen? Moet helpen, toch dokter? Stil, ik ben een echte dokter. Kijk wat jij hebt aangedaan. Ga weg, nu. Ja, een serieuze dokter. Hoi, wat is er mis met je? Sta nu op. Blijf hier. Dat is juist. Oef, alles klaar. Geef me even. Laten we dat allemaal verwijderen. Amber, draai. Helemaal klaar. Hoe voel je je? Oh, oh, oh.
veel beter. Geef me je hand. Deze wonderpleister is bij alle gelegenheden het beste. Oh, bah, die geur weer. Oh, ik stink. Dit is voor jou. Bloemen, maar je stinkt nog steeds. Het lijkt erop dat je al hersteld bent. Bye bye. Dag, kind. Wie is de volgende? Ik kwam eerst. Ik heb een afspraak. Ik heb mijn vinger gebroken. Dokter, doe open. Kijk, daar is hij. Laat me binnen. Ik heb klauwen. Dat is het. We zijn erbij. Jongens? Oh nee, ze zijn ontsnapt. Maar hoe? Misschien verstopten ze zich gewoon onder het bed. Oké, ga weg. Onmiddellijk. Als iemand erachter komt, ben ik klaar. Oh, dit is slecht. Ze zijn door het riool geslopen. Eeuw, afschuwelijk. Kom op, Amanda, neem de telefoon op. Wat moet ik kiezen? Een tuinschaar is te cheesy. Maar ik heb de zaag nog niet geprobeerd. Help! Oh, het spijt me. Er belt iemand. Nou, familie is heilig, weet je. Kun je het herhalen? Ontsnapt. Ik snap het, geen probleem. Oké, jongens, jullie zijn klaar. Laten we doorgaan. Ik moet gaan. Dat is alles. Ik ben weg. Deal. Ik check ondertussen mijn TikTok-feed. Komt eraan. Hou op met kloppen. Hallo? Wat was dat? Aarde? Waarom zoveel vuil? Hoi, hou op. Onmiddellijk. Kun je mij überhaupt horen? Nou, dat is het dan. Je kunt mij niet vangen. Je kunt mij niet vangen. La la la. Meisje, stop. Je bent te ver gegaan. Laten we nu je voeten wassen. Kom hier. Nee, ik hou van vuil. Stop. Wat is hier aan de hand? Hoi, hou op. Doe het kind geen pijn. Alles zit onder de modder. Leg dat ding weg. Kijk, ze is bang. Het is oké. De gemene man is weg. En je voeten onder de modder hebben is niet langer trendy. Ga zitten, laat me je helpen. Wow, wat is dat? Ik zal het je laten zien. Laten we ze aantrekken. Wacht op het leuke gedeelte. Laten we de reinigende bubbels maken. We gieten een Sprite in de laarzen. En voegen we daar een Mentos toe. Dat is juist. Alsjeblieft. En nu de Mentos? Na zo'n krachtige chemische reactie raad ik aan schoenen te dragen. Geel, dat is mijn favoriete kleur. Alsjeblieft, dat is zoveel beter toch? De hele kamer is bedekt met modder. Neem de dweil en ga hem schoonmaken. Hey, waarom ben ik het altijd? Prima. Dag dokter. Bye. Veel succes. Volgende, kom binnen. Het is mijn beurt. Ga uit de weg, mijn keel doet pijn. Stop, pak een dweil. Jouw beurt. Alsjeblieft, kom binnen. Ga zitten. Keelpijn. Dat dacht ik al. Je hebt een griepprik nodig. Laat mij gewoon de spuit kiezen. Voilà. Nee, deze zijn te klein. Ik heb grotere nodig. Dus wat zit je dwars? Het lijkt erop dat ik een oplossing heb gevonden. Deze zal het doen. Laten we je een kans geven. Oh, wat een eng uitziende spuit. U bent vergeten handschoenen te dragen, dokter. Wacht even. Handschoenen? Hoe kan ik het vergeten? De spuit is geen speelgoed. Geef hem hier. Het zal geen pijn doen. Wat ben je aan het doen? Ben je gek geworden? Wat een enorme spuit. Geef hem hier. Onmiddellijk. Hoepel op. Nou, wat stoort je precies? Breuk van de pink? Kneuzing van de hiel? Ja, keelspray met appelsmaak. Open je mond wijd. Ik ben allergisch voor de drugs. Wat voor drugs precies? Elke drug. Haal het van me af. Open je mond. Kom op. Oké, ik begrijp het. Je bent gewoon koppig. Luister. Huh? Kun je dat zo doen? Kom op, probeer het eens. Ik heb de luidste stem in het universum. Ah! 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 Ah!
Wat is er gebeurd? Waar komen die geluiden vandaan? Wat? Het einde van de wereld? Ik heb het perfecte moment gekozen om weg te vliegen. Appel, het valt wel mee. Huh? Ik ben bijna doof geworden. Wie schreeuwde? Wie heeft er een kans nodig? Jij weer, kom hier. Je bent klaar. Laat mij los, nu. Wat? Ik wilde alleen maar helpen. Ze is zo zenuwachtig. Opnieuw? Kom binnen. Waar doet het pijn? Ah, ik zie het. Je tand. Een moment alsjeblieft. Hallo? Oké, ik heb het begrepen. Maak het kind niet bang. En jij? Ga die kamer binnen. We zullen naar je tand kijken. Ga zitten, zoals dat. Auw, ziet er verschrikkelijk uit. Ik hou gewoon van snoep. Daar is een oplossing voor. Neem deze borstel. Je hoeft alleen maar je tanden te poetsen. Dat is uiterst belangrijk. Anders worden ze nog zieker. Wil je niet? Baby Yoda. Iedereen vindt hem leuk. Kijk eens hoe leuk hij is. Zeg nu. Daar gaan we weer. Oef, wat een lastig kind. Kan ik helpen? Je kunt het proberen. Ik heb een idee. Wow, wat denk je? Wat is dit? Op deze watermeloen laat ik je zien hoe je je tanden moet behandelen. Het is caries. We zorgen voor een narcose. Maar we kunnen ook zonder. Zien? Het is makkelijk. En nu trekken we de tand eruit. Oké, ik ga mijn tanden poetsen. Wat is er aan de hand? Je doet het verkeerd. Bekijk het. Oh my. Arme watermeloen. De wc-bril zit op zijn plek. Hoe laat is het? Wauw, er belt iemand. Waar ben je? Over 10 minuten moeten de vluchters hier zijn. Dat zullen ze zeker doen. Wat is het nu? Woolly, ik bel hem terug. Deze enorme rij? Wacht even, wat is dat? Dit zijn de ribben. En dit is het sleutelbeen. Oh, en dit is een vinger, toch? Wat is er aan de hand? Ik ben bang. Je moet terug naar de gevangenis. Zorg ervoor dat ik je geen pijn doe. Help! Waar ben je geweest? Ik zal de cel nooit meer verlaten. Het is zo gezellig in de gevangenis. Ik moet mijn ondergoed verwisselen. Jongens, jullie zijn op tijd. Goed gedaan. Hallo? Bedankt. Oh, kom op, het is niets. Ik had het zelf niet kunnen doen. Doei. Hey, ik ga eindelijk wat rusten. Het vangen van die ontsnappers maakte me zo moe. Geduldig. Mijn tand. Ik vergat haar. Ik kom. Dokter Amanda zal je helpen. Nu ben ik bang. Ga zitten, kleine Lia. Alsjeblieft. Laat me gaan, alsjeblieft. Hoe zit het met de tand? Nee, ik laat mijn patiënten nooit in de problemen zitten. Ontspan en vertrouw op een professional. Ontspannen? Binnenkort komt alles goed met je. Wie behandelt zo kiespijn? Ik moet Amanda tegenhouden en Lia helpen. Wacht, je kunt een tand niet behandelen met een borstel op een boormachine. Laten we eerst Lia bevrijden. Dat is beter. Bedankt, Woolly. En nu geef ik je het perfecte hulpmiddel voor elke tandarts. Verband? Als je erop staat... Lia, we gaan je behandelen volgens de methode van Woolly. Woef, Lia is veilig. Binnenkort ben je zo goed als nieuw. Oh, ik heb het nog erger gemaakt. Maar hoe zit het met mijn tand? Woolly, breng haar naar haar afdeling. Zuster, ik moet Lia redden. Ik moet ook het spel in. Auw, waar is haar afdeling? Daar is het. Ik kom mijn zusje halen. Oh, ouch. Mijn avontuur begon niet goed. Oeps, sorry. Vergeet hier een bordje achter te laten. Amanda, heb je me gebeld? Oh, de vloeren zijn nat. Laat me helpen.
Mijn zus is hier. Oh, ik heb mijn been gekneusd. Oh, het doet pijn. Geweldig, weer een patiënt. Je hebt geluk. We gaan je meteen helpen. Ga zitten. Je bent in het beste ziekenhuis van de virtuele wereld. En ik ben bang dat we het moeten afbreken. Wat? Woosh, en je bent gerepareerd. Hoeveel wil je bezuinigen? Misschien zoveel? Oh-oh, hoe zit dit? Niet doen. Je hebt gelijk. Hoe meer, hoe beter. Snijdt helemaal niet. Ontspan. Hij gaat niet aan. Is hij kapot of zo? Oh, de mijne. Ik kan Amanda haar plan niet laten uitvoeren. Eindelijk. Dus laten we beginnen met de operatie. Stop. Blijf weg, Curly. De zaag werkt niet. Je hebt een ander hulpmiddel nodig. Ah, je hebt gelijk, veganist. Ik verloor bijna mijn been. Maak je geen zorgen, Mia. Ik weet een geweldige manier om blauwe plekken te behandelen. Geef me even een minuutje. Oh, nee, nee, nee. We hadden geen bladeren meer. En de grond is ook droog. Waar kan ik water halen? Ik weet het. Je kunt het doen, Woolly. In het belang van de patiënt. Wat een prachtige struik. Dit is het perfecte blad voor Mia's knie. Mia, ik heb het medicijn. Je knie is gered. Oké, welk gereedschap is het beste? Een tuinschaar is voldoende. Zullen we beginnen met de operatie? Oh, het gaat goed met mij. Het geneeskrachtige kruid heeft me geholpen. Zie je, ik kan zelfs dansen. De volgende keer snijden we het af. Bedankt, Woolly. Je hebt mij geholpen. Lia wacht op je. Stop! Oh, waar denk je dat je heen gaat? Nergens. Gewoon rondlopen. Oh. Hoeveel splinters? Geweldig. Ik weet hoe ik dit probleem moet oplossen. Deze tang is te klein. En nutteloos. Ik kan beter gaan. Ik heb nog steeds iets effectiever nodig. Oh, cool spul. Nou, geef me je handpalm hier. Alsjeblieft, niet doen. Alsjeblieft. Ontspan. Wat nu, Woolly? Het is lunchtijd. Misschien kook jij wel iets? Ik vind het niet erg om een hapje te eten. Hoera, het werkte. Ik bak mijn kenmerkende appeltaart. Woef, ik dacht dat mijn arm gedoemd was. Nou, bij zulke splinters moet het toch behandeld worden. Ik heb één apparaat. Oké, dit is het. Splintereter, ga. Oh, zet het uit. Het is te krachtig. Ugh. Oeps, verkeerde modus. Mia, gaat het? Bijna. We hebben een zachtere versie nodig. Nou, dat is beter. Wauw. Nou, hoe voel je je? Perfect. Laten we het behandelen met antiseptikum. Geweldig, bedankt. De beste appeltaart ter wereld is klaar. Oh, ruikt heerlijk. Maar ik eet het later op. Ik heb belangrijkere dingen te doen. De patiënt staat voorop. Laten we met je splinters afrekenen, Mia. Geef me je handpalm hier. Stop, doe dat niet. Mia's handpalm is in orde. We hebben de doornen verwijderd en de wonden behandeld. Oké, maar mijn methode was beter. Ik moet haar nog genezen. Maar waarvan? Ik snap het. Waarom trakteer je Mia niet op een punt? Met ijs. Dit is mijn kenmerkende recept. 1, 2. Mijn handpalm is prima. Mia eet een stukje van deze geweldige taart. Nou, ik hou van appeltaarten. Ik ook. Haal je hoeven eraf, Woolly. Arme meid heeft keelpijn. Ik weet hoe ik haar kan helpen. Ik heb het smerigste mengsel tegen de keelpijn. Wat? Mijn favoriete medicijn is op. Ik moet een nieuwe maken. Dit heb ik nog nooit gedaan. Maar ik denk niet dat het zo moeilijk is. Weet ze wat ze doet? We hebben de groene vloeistof ook nodig. Laten we de blauwe niet vergeten. Ik betwijfel het. Klaar. Nu ga ik je een injectie geven. En jij zult herstellen. Ja hoor, niet de injectie. Ga, laten we je keel repareren. Bah, het is erger dan het scheren van schapen. Eén keer schieten. Vliegen?
Geen vliegen in mijn ziekenhuis. Ach, kom hier, ziektekiemdrager. Je kunt toch niet van mij wegkomen? Jij nijlpaard met vleugels. Oh, ze is erg bang. Hoe kan ik haar opvrolijken? Dat is juist. We hebben een smuilpot voor meisjes. Ik hoef alleen maar de grondwater te geven. Oh, Amanda's mengsel doet het prima. Wow, het werkt zo snel. Ik wil naar huis. Mia, dit is voor jou. Bedankt, Woolly. Drink de siroop. Echt niet? Zonder de siroop zal ze niet herstellen. Maar er is één lifehack. Een blikje cola verandert in een blikje siroop. Mia, help jezelf. Oh, bedankt. Is dit een nieuwe smaak? Ik vind het heerlijk. Mijn keel doet geen pijn meer. Cola doet wonderen. Breng de vlieg naar de wetenschappers. En jij? Ga zitten. Laten we je gezichtsvermogen controleren. Dus welke letter is dit? Geen probleem, het is E. En dit? Oh, dat klopt. Heel goed. Zet die bril op. Waarom? Ik kan goed zien. Prima. Oh, wauw, ik zie dubbel. Twee Amanda's zijn te veel. Ik kan wel zonder bril. Wie is hier de dokter? Oké, ik heb nog een andere optie. Probeer deze bril eens. Wauw, ze zijn verlicht. Wat is deze knop? Nee, druk er niet op. Waarom? Wauw, dat is de kracht. Oeps, wat heb ik je verteld? Oef, oké, zet de bril af. Okidoki, dat is beter. Lees nu deze regel. Vind deze video leuk. Dat klopt. We worden boos zonder hen. Dus we wachten op jouw likes. We gaan verder. Lees dit nu. Heel kleine lettertjes. Ik kan het vanaf hier niet lezen. Dus wat staat er? Ik kan het niet zien. Ik wist het. Je hebt sterkere lenzen nodig. Ik heb de juiste. Oh, alles is wazig. Is dit hoe het hoort te zijn? Ja, je zult eraan wennen. Waarheen? Hier, volg mij. Auw, wauw, ben je gewond? We moeten je controleren op breuken. Zo spannend. Dat voelde niet fijn. Hallo, Woolly. Ik heb slecht nieuws. Al je botten zijn gebroken. Kijk zelf maar. Te slecht. Wees niet bang. Dokter Amanda the Adventurer zal je redden. Klaar, ik ben bedekt met gips. Arme Mia. Het is oké. Laten we haar gewoon tot bezinning brengen. Niet de defibrillator. Duidelijk. Nee. Hey. Perfecte timing. Wat? Ik kan niet werken in zo'n omgeving. Oh, wat is ze van plan? Amanda, waar ga je heen? Zijn ze weg? Eindelijk! Ik heb dit verband en gips niet nodig. Ik moet Lia vinden en uit het spel stappen. Maar ik krijg een beetje honger.